bij een nieuwe dag, een nieuwe video op mijn kanaal Davinshell Games. En natuurlijk kijken jullie dit vol bewondering, want vandaag gaan we een boottocht maken. We hebben net ontbeten, heerlijk was het weer. Robbie, heb je genoten van de ontbijt? Ja hoor. Wat heb je genomen? Brood en omelet en scrambled egg en komkommer en tomaatje en boter. Vieze appelsap die super zoet was. Ja, de, nou ja, ik vond de appelsap wel lekker, want ik hou wel van zoet en dat weet Robbie ook, maar Robbie houdt er niet zo heel erg van. En de sinaasappelsap was eigenlijk ook heel erg lekker. Het was niet het originele, maar wel, ja, je proeft wel sinaasappelsap, maar dan met een soort apart zoet nasmaak. Het was best wel lekker, vond ik. Maar nou goed, ja, ik ben helemaal ready. Vandaag, ik heb bescherming voor mijn hoofd. Het gaat inmiddels iets beter met mijn huid. Het goed ingesmeerd. Ook weer vannacht werd ik toevallig om 4 uur wakker. Dat is echt de tweede keer dat dat gebeurt. Dat ik om 4 uur wakker word en dat ik mezelf ga insmeren. Nou, dan maak ik automatisch Robbie wakker. Maar ik probeer altijd zachtjes te doen, maar het lukt niet. Want ja, het lukt gewoon niet. Robbie wordt best wel snel wakker. En die heeft toen mij geholpen met insmeren, dacht ik, of niet? Nee, dit keer niet. Vorige keer wel. En het wordt nou wat minder, maar ik ga een t-shirt aandoen dat beschermt. Ik heb een hoedje op, ik doe een zonnebril op. Ik smeer me goed in dadelijk en dan kunnen wij hopelijk niet verbranden. Ik laat jullie nog één ding zien wat gewoon totaal niet met verbranding te maken heeft. Maar dat is de deurknop. En we weten allemaal, het viel mij op dat we gisteren in een restaurant waren. Jullie weten het nog, waar we heerlijk hadden gegeten. Dat er, daar hadden ze precies dezelfde deurknoppen. Dus ik denk dat het echt Turks is. En ik laat aan jullie zien, het is echt geweldig. Want het systeem mag best wel in Nederland komen. We hebben in Nederland altijd gewoon een deurhendel of een knop. En daaronder zit meestal een draaischijf dat je iets op slot kan doen. Dus dan heb je eigenlijk twee onnodige dingen. Maar hier hebben ze dus al die twee dingetjes samengevoegd in één deurknop. Ik zal het gewoon laten zien. Nou, kijk. Dit is dus de deurknop. Nou, je doet hem open. Nou, dat gaat allemaal, dat is gewoon draaien. Nou, heel makkelijk, hè. Gewoon zo'n mechanisme. Nou, dan gaan we even naar binnen. Heb je wifi? Nee. Oké. En dan, let op, hè. Kijk. Stel je voor, je moet even poepen. Dat kan, hè. Nou, doe je hem op slot. En dan het enige wat je moet doen, is je klikt dit in. En dan zit hij op slot. Kijk. Gooi, probeer er eens in te komen. Let op, let op. Kijk, en als ik nou deze open doe. Nog niet. Zie je? Dus je moet zelf, moet je hem gewoon draaien weer. En dan gaat hij weer open. Hallo. Nou. En dat was zo grappig. Ik wou dat zo graag laten zien, want het is best wel... Vind je het niet makkelijk, een mechanisme? Nee. Zo hartstikke makkelijk, ja. Maar wat is er moeilijk aan een mechanisme dat je dat ding moet overhalen? Nou, hygiëne. Ja, maar daar raak je ook een deurknop aan. Ja, klopt. Maar het is gewoon het is makkelijk dat het in één knop zit. Zeg maar, je draait hem open en je klikt gelijk. Je kan in één beweging, hè? Let op. Kijk, hè. Let op, let op. Kijk, met één hand ga ik het doen, hè. Let op, hè. Kijk. Oh, ik moet poepen. Ik moet poepen. Oh. Klaar. En anders was het, let op, Nederlandse versie. Let op, Nederlandse versie. Hé, klik. Snap je? En nu heb je gelijk. Wat zeg je? Een halve seconde langzaam. Ja, dat bedoel ik. Nou goed. Ja. Dat wou ik even kwijt. We gaan naar de bootreis. Yay! We worden eigenlijk opgehaald voor het hotel. Ik weet niet door wat. Door een taxi of door een bus. Of we zien het wel. En dan kijken we welke groep we hebben. Ik weet ook niet hoe de boot eruit ziet. Maar dat gaan jullie wel zien. Let's go. De Black Pearl. Gaaf om te zien, joh. Zo, we lopen nu richting de boot. Heel bijzonder, toch? Ja. Ja. Thank you.
Zo, we gaan hier voor het eerst stoppen. Eerste stop van de vijf. En dat, we zien allemaal boten hier. Het is gewoon de algemene bootstop hier, geloof ik, hè? Heerlijk, prachtig uitzicht. Heerlijk genieten. Mehmet heet hij. Hallo. 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 Zo. Woe, wat een uitzicht hier. Op de top van de boot. Dit is cool. Dit is echt heel cool. Maar we gaan hier dadelijk zwemmen. Nou ja, Robbie zal het water in zoals je ziet. En ik ga er nou in even kijken. Voor mij is het best koud, maar wel lekker afkoelend. Dat is ook belangrijk. Heb je ooit wel eens een Ola-boot gezien? Nou, dit is een levende bewijs. Hij verkoopt gewoon aan... per boot. Ja. Heel grappig. Zo, het water was heel koud en heel zout. Echt niet normaal. Zouter dan Nederland. Maar ja, dadelijk gaan we lunchen. En dan op naar de volgende baai. We hebben de één van de vijf gehad. Nu, hè? Ja. Zo, de Ola-boer kwam dus ook langs bij ons in de boot en dan ja, ben je gewoon eigenlijk verplicht om ijs te nemen, toch? Een soort twister met in het rood een soort van spul. Cornetto. Daar is de cave. Echt heel tof. Daar gaan we erin. Een trappetje. Ga je daar, ga je de grot in. Nou, we zijn eindelijk van de boot af. En aangekomen in de bus gaan we terug naar ons hotel. Heel luxe. Robby, je weet niet dat ik aan het filmen ben. Nee, je bent te laat, Robby. Helaas. Bam, en we zijn weer terug. Terug in het hotel. Het was een hele lange dag. Van vanochtend 10 uur tot vanavond 8 uur zijn we weg geweest op deze fantastische boottrip die jullie hebben meegemaakt. En ja, het was heel apart, want de heenreis die was nogal lang. En de terugreis was kort. Terugreis was kort, moet ik goed zeggen. En ja, waarom weet ik niet, maar volgens mij wist de chauffeur niet helemaal waar hij naartoe moest. Uiteindelijk kwamen we wel terecht op de boot en konden we daar meegaan. Het was echt super leuk. Het was ook heel gaaf hoe 5 bemanningsleden daar zeg maar alles onder controle hielden. Met verzorging en de boten aanleggen en dat soort dingen. Nou, het was mooi water, helder water. We hebben leuke dingen gedaan, ons hele lijf ingesmeerd met een soort van... zandspul, modder leek het net, een soort modderbad. En dat zou ervoor zorgen dat je huid dan dat je huid geneest, geloof ik. Iets in die zin, in ieder geval, het zal wel. Het was wel heel leuk om te doen. Ja, we gaan nu eten. Ik ram van de honger. Het is 8 uur en dat is altijd etenstijd hier in Turkije. En wat we vanavond gaan doen, misschien nog even door de markt heen. En voor de rest is het gedaan deze dag. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet vooral geen groen duim te geven en tot de volgende keer bij een nieuwe dag. Morgen hebben wij de zondag. En wat we dan gaan doen, dat zien we dan weer. Tot morgen. Doei doei!